ben André Heuvelman, 49 jaar, vader van 4 kinderen, getrouwd met Fernande. En ik woon in Veenendaal en ik werk in Rotterdam, onder andere bij het Rotterdamse Filharmonische Orkest als solotrompetist. Het podium is eigenlijk mijn veilige plek geworden waar ik kan zijn wie ik ben. En ik kan laten horen en mensen kan raken. Zeker zo'n eerste repetitie, dat is altijd lastig, vind ik. Want hoe zit het, hoe klinkt het, wat vraagt de dirigent? Hoe ben ik er zelf aan toe? Zeker als je een weekje weg bent geweest, ik heb een weekje vakantie gehad. Dus dat is altijd wel even aftasten. Dus. It's just after the time. It's not a lot, but this is good. Can we do this with double basses? Still with the directness, it's like Mozart on steroids, but not on Plovkin. Well, Plovkin's on steroids. Anyway, you know what I mean. Just don't play too long, because otherwise we don't go forward, and it's not the style. Directly più animato, 61. Geluk zou voor mij zijn is dat ik zou kunnen spelen en vrij zijn. En daar een hele mooie balans tussen. Om gewoon niet alles na te jagen, maar gewoon dingen te ontmoeten.